Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jupiler. Zet druk. Je moet in balbezit komen. 2 in achter. Als je nog wat wil forceren. Maar voorlopig is het Den Bosch dat de kans krijgt op de beslissing. En het is de beslissing. En wat een prima invalbeurt is dat voor Koen van der Biezen. En nu lijkt er geen twijfel meer over te bestaan. Want met minder dan 5 minuten op de klok en een 3-1 voorsprong kan het toch niet meer fout gaan voor FC Den Bosch. Den Heuvel. Beekmans. Van der Biezen. Van der Biezen. Van der Biezen. Zijn tweede en de vierde van FC Den Bosch. Zo krijgt trainer Theo Bos nog een luxe probleem met drie uitstekende spitsen. Riester, Bouw en Van der Biezen. Dan komt Den Bosch er toch betrekkelijk makkelijk uit en heeft het misschien nog wel een aardige voortzetting in petto, want Arthur Den Heuvel bedient Nyron Bouw. Die is één man kwijt, 16 meter gebied in Bouw en daar is de goal. Jawel, Koen van der Biezen is de man die zijn derde goal maakt van dit seizoen. Een soepellopende tegenstoot van FC Den Bosch, met een hoofdrol natuurlijk voor Nyron Bouw. En de goal uiteindelijk van Koen van der Biezen. En dat betekent in de 42e minuut de 1-0 voorsprong voor FC Den Bosch. Hoofd van den Berg. Den Heuvel, van der Biezen. Van der Biezen. Probeert het van heel ver en verrast van de vlag. Koen van der Biezen. Met een toch merkwaardige goal. Haalt ineens uit van een meter of 30. En scoort op deze manier zijn vierde goal van dit nog prille seizoen. 7 minuten gespeeld in de tweede helft. Den Bosch op gelijke hoogte. Koen van der Biezen met ja, misschien wel een zondagsschot. Het verrast van de 44e minuut, de vrije trap van Maguire. En Van der Biezen uit de draai. En wat een knappe goal van de topscorer van Den Bosch. Met 10 man staat Den Bosch op voorsprong in Zwolle. De vrije trap heel slim genomen. Hij staat met zijn rug naar de goal. Koen van der Biezen maakte er al 4 in de eerste 5 wedstrijden. En dit is zijn 5e doelpunt in wedstrijd nummer 6. Was niet gelukt. Wellicht dan uit deze standaard situatie. En dat gebeurt. Van der Biezen met nummer 6 van het seizoen. Maar veel belangrijker. De 1-1. Typisch FC Den Bosch dit seizoen. Het is allemaal niet spectaculair. Sterker nog, het is af en toe een beetje saai. Maar wat geeft. De Brabantse derby tussen FC Den Bosch en FC Eindhoven. De nummers 2 en nummers 20 tegen elkaar. Het is Den Bosch met de aanval. De eerste kans ook voor het team van Theo Bos. En direct de goal. 1-0. Koen van der Biezen met zijn 7e treffer van het seizoen. In de 7e minuut de Bossen voorsprong. Bij de ploeg overigens door in de strijd om de KNVB-beker. Eindhoven dat verrassend Vitesse uitschakelde. Den Bosch had het makkelijker tegen het Amsterdamse AFC. Ja, natuurlijk geen moeite mee heeft. Zo zitten we inmiddels op driekwart wedstrijd. Ten Heuvel. Schiet maar eens. Oh, Van Strien laat hem los. En dan gebeurt dit ook nog. De 1-0 is daar voor Den Bosch. Je mag het nauwelijks verdiend noemen, maar goed. Den Bosch staat wel gewoon op voorsprong. Van der Biezen de doelpunt te maken na een afgrijzelijke blunder van 1-1 en dan heeft Dordrecht wellicht het gevoel dat er nog meer in zit. Van Moorsel. Neemt de tijd daar, maar vindt Wouw. Wouw, aardig hakje. Van der Biezen en daar is de goal voor Den Bosch. 2 minuten na de gelijkmaker van Dordrecht staat Den Bosch voor de tweede keer vanavond op voorsprong. En was de aanval die zorgde voor de gelijkmaker van Dordrecht een mooie. Deze mag er ook zijn. Uitstekend werk van Nyron Bouw. Goed in deze wedstrijd dus voor een doelpunt en een assist. En de goal. Dietewig organiseert, roept daarbij let op. Dan zou je denken, dat doet hij als doelman zelf ook. Maar dat doet hij niet, want hij krijgt de bal niet lekker weg. En dat betekent 3-0 van der Biezen. En zo koerst Den Bosch naar een eenvoudige overwinning.